enorm onder studenten, John? Nou, niet alleen onder studenten. Het is onder heel veel jongeren. Van voetbalhooligans tot keurige jongeren die studeren of die werken. En niet alleen universiteiten, maar ook mbo's. Het is normaal geworden. Ja. En dat is natuurlijk een beetje de kern van het probleem. Dat er eigenlijk geen enkele rem meer zit op het gebruik van een pilletje, van een snuif of iets dergelijks. En dat is toch echt wel iets wat de laatste jaren veranderd is. En dat is wel zorgelijk in de zin van... Eigenlijk alle criminaliteit op dit moment, zwaar georganiseerde misdaad, is cocaïne gerelateerd. Vrijwel alles, hè? Ja, komt met bakken komt het natuurlijk Nederland binnen. Ja. Ook andere Europese landen. Er is geweld omheen, omdat er wordt heel veel geld in verdiend. Dus je krijgt concurrentie. Schietpartijen, moorden, et cetera. Het strekt zich uit naar de bovenwereld. Alles is cocaïne gerelateerd. Nou, we slagen er toch nog steeds heel moeilijk in om dat een halt toe te roepen. Mm-hmm. Of ook maar enigszins terug te dringen. Dus dan is de andere vraag, waarom is er zoveel aanbod? Dat is kennelijk omdat er heel veel vraag is. Nou, als het nou ook al in jullie nieuwe generatie zeg maar zo problematisch is... dat jullie zelf aan de bel trekken... en daarom vond ik het eigenlijk ook wel hartverwarmend dat jullie dat deden... want het moet ook eigenlijk vanuit jullie kant komen om aan de bel te trekken en alarm te slaan... want dat dringt denk ik nog het beste door. Je moet iets aan die vraagkant gaan doen. Ja, maar...